van Adriaanse. En Groningen probeert zo'n 2 minuten voor rust nog op gelijke hoogte te komen en krijgt hier de unieke gelegenheid via Fandi. Maar hoe uniek de gelegenheid ook was, Fandi laat hem uiteindelijk liggen. Nog 1 minuut te spelen in de eerste helft. Bij een nieuwe vrije trap voor FC Groningen. Van Jan van Dijk in dit geval. Van der Linde met het hoofd. En nu de kans voor Van Tichelen. Die stuit op Van Grinschum en dan geeft de schepper een strafschop. Nu wordt de schepper belaagd aan alle kanten. Omdat het inderdaad een twijfelachtige beslissing was. Want Van Grinschum toucheerde wel de bal, maar niet de tegenstander Adrie van Tichelen. Ik denk dat een strafschop te zwaar is gestraft, oordeel u zelf aan de hand van de herhaling. En dan is het doel van FC Groningen wat Schelkens betreft verlaten, want hij is de man voor dit soort klussen. En hij tekent de gelijkmaker aan, inmiddels in blessuretijd. Vrije trap van Herpen. McDonald, Rosin. Jans komt en ontvangt. Opnieuw liggen de mogelijkheden in het centrum. Nu bij Fandi. Krijgt hij de bal mee? Ja. Is Van Grinschum er? Ook ja. Van Dijk. Keukens. Hiddink. Die geeft de lange bal, maar niet erg strak. Van Grinschum helpt een handje, daardoor de kans voor McDonald. 19 minuten dan, na rust. Nog steeds 1-1. Balvlies bij de Bos. McDonald voor Groningen. Jans. Keukens komt buitenom. Van hem moet dan de voorzet komen. Maar Van der Linde is er ook nog. Jans dan. En Van Dijk dan. Van Dijk. McDonald. Van Dijk. Brokke. Of Van Niele. De eerste. Een goede voorzet. De schietkans voor Van Tichelen. Die kan goed schieten. En de bal werd nog getoucheerd door Adriaanse. Zodat het gevaarlijk werd en uitloopt op een hoekschop. De hoekschop komt dan van links van Bud Brokke. En die zijn de hele wedstrijd al gevaarlijk. Maar nu is Van Grinschum met zijn lengte erbij. Foutje van Waalderbos. Die de bal niet goed timede. Balbezit voor Groenendijk. En die stuurt Schouwenaar op weg. Dat loopt maar net goed af door de aanwezigheid van Keukens. Officiële speeltijd is verstreken. Dus maakt Groningen haast om nog een beslissing te forceren. Van die paast, maar bereikt geen medespeler voorlopig. Ook Waalderbos is daar in de spits sinds Steenge. Die krijgt nu de overtreding mee en dan gebeurt er dit. Het is een gevolg van agressie. Misschien ook van het feit dat de schepper in de tweede helft te veel gefloten heeft. Groningen dat voorlopig niet ontevreden mag zijn omdat het de helpende hand van de scheidsrechter kreeg vlak voor rust bij die strafschop. Van die in de muur. En zo loopt het af. 1-1 in Groningen. Zeker geen onverdiend punt voor FC Den Bosch. Zeker